Dit is het kunstwerk van Stefanie van Wendel. Zij maakte een Van Gogh schilderij van afvalmaterialen. Dat is samen met nog 3 andere kunstwerken te bekijken in het duurzaamheidscentrum Wijzicht. Namelijk zitten daar 1000 plastic zakken in. Er zitten kleden die normaal op een zomerfeest worden gebruikt als tafelkleed. Die zijn verknipt. Er zitten videobanden in. Er zit cadeaulint in, er zit genierdraad in, er zitten zelfs bliklipjes in. En het is gemaakt door heel veel mensen bij elkaar onder mijn leiding en mijn ontwerp. Met de hulp van 800 man heeft ze in 4 dagen tijd het kunstwerk in elkaar gezet. Het blijft nu 3/4 jaar hier hangen en iedereen mag daar aan voelen en kijken van hoe is dat nou ontstaan. We vinden dat ambacht en al die manieren van dingen verbinden en maken vinden we heel belangrijk. En ook terug te brengen op de scholen. En dan komen hier heel veel scholen voorbij. En te laten zien dat je dus eigenlijk met hele simpele materialen heel veel kunt maken. De kunstexpositie is vanochtend in het duurzaamheidscentrum geopend. In totaal deden er 4 kunstenaars aan mee. Het gaat natuurlijk over duurzaamheid, want wij zijn natuurlijk een duurzaamheidscentrum. Ja, kunst is sowieso belangrijk. Maar het mooie is hier, we hebben per jaar 160.000 bezoekers. Die komen hier voor te genieten van de tuin of van de kinderboerderij. Maar die pikken ook nog even kunst mee. En hoe mooi is dat? Okay. Dit kunstwerk is van Johan Leemkuil. Hij maakt een hartenbank van duurzaam hout. Het idee achter de bank is gewoon, het hart is natuurlijk een universeel symbool. Het staat voor al het goede wat we in ons hebben. Het leven, maar ook het gevoel en delen. En de bank is voor mij een plek waar je samen geniet of aandacht geeft aan jezelf of aan de omgeving of aan elkaar. En dat vind ik een hele mooie combinatie. Dus het hart in een vorm van een bank. Johan hoopt in de toekomst meer hartenbanken te gaan maken. Ik heb wel de smaak te pakken. Nou, wat ik heel leuk zou vinden is dat er meerdere plekken zijn waar je kan genieten op deze manier van elkaar. Kijk, wat ik gewoon heel leuk vind aan het hart is gewoon, je ziet gewoon dat er iets gebeurt op het moment dat mensen in hun hart gaan zitten. En nou ja, goed, en dat die ervaring, zeg maar, daar gaat het me eigenlijk om. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. En je ziet het ook altijd gebeuren als mensen in hun hartje gaan zitten. Dan zie je van allerlei leuke dingen gebeuren en nou, dat vind ik gewoon leuk. Tot en met oktober zijn de kunstwerken te zien in het duurzaamheidscentrum. En daarbij zitten dus 1000 plastic zakken zitten erin.